In de regio Flits hier weer het korte nieuws van deze week. De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting in een schoolgebouw aan het Koerierspad in Tiel. Daar brak vrijdagmorgen om 11:45 brand uit in een van de muren. Iedereen heeft het pand op tijd kunnen verlaten. Na jaren van voorbereiding moeten ze dit jaar dan eindelijk verschijnen. De parkachtige buitenplaatsen tussen de Tielse wijk Passenbaai en het buitengebied. De buitenplaatsen fungeren als overgang tussen de woonwijk en het landelijk gebied of de stadsrand. Afgelopen woensdagmiddag is er een fietser gewond geraakt toen hij werd aangereden op de Schaarsdijksweg in Tiel. Volgens mensen ter plaatse wilde de man ter hoogte van de rotonde de weg oversteken. De automobilist die de rotonde naderde, zag de fietser vermoedelijk over het hoofd. Al 25 jaar lang wordt in Tiel het fietsexamen afgenomen bij basisschoolkinderen. Recent hebben bijna weer 700 kinderen hieraan deelgenomen. Thea Pas is organisator en al deze jaren al betrokken hierbij. Ook de politie Tiel heeft zijn steentje bijgedragen. De voormalige voorzitter en een aantal oudleden van de opgedoekte voetbalclub Fairplay in Culemborg doen deze week aangifte bij de politie tegen ex-wethouder Roeland Geertsen. Ze beschuldigen hem van smaad en machtsmisbruik. Tot zover weer het korte nieuws. Tussen het genieten van het heerlijke weer door, bezoek dan nog even onze Facebookpagina voor nog meer regionaal nieuws. Mijn naam is Gijs Peters, tot de volgende regioflits.